Jullie mogen vandaag kiezen wat we gaan doen. Loop niet weg. Gaat het goed? En nog maar 5 keer 9 te doen. Hey, ik ben meester Jesper en welkom bij mijn allereerste vlog. Ik ben super benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat even een reactie achter in de comments. Druk gelijk op de abonneerknop en duimpjes omhoog. Maar voor hoeveel likes zijn we dan? Hoeveel likes? Ja. Nou, 200 voor de eerste vlog. Oké, veel plezier met kijken. Oké, goedemorgen. Gaat eens iets leuks doen. Mij en Nim weten het nog niet. Maar zij mogen vandaag kiezen wat we gaan doen. Dus ik ben erg benieuwd wat ze kiezen. Nou, we gaan het meemaken. Kom mee. Jongens. Oh, hebben jullie lekker geslapen trouwens? Ja. Ja, jij ook al. Hey, mama en ik hebben een leuke verrassing voor jullie vandaag. Jullie mogen vandaag kiezen wat we gaan doen. Hey, jullie mogen helemaal kiezen. Vakantie. Vakantie? Nee, dat kan niet, hè. Nee, 1 dagje alleen wat vandaag nog iets over waar we naartoe kunnen gaan. Dat bedoel ik meer. Iets doen. Vakantie gaan we nog een ander keertje, hè. We kunnen springen. Springen? Waar? In een springpark. Oh. Wat vind jij ervan? Nee. Vind je dat leuk? Ja. Op in een trampolinepark of zo? Ja. Nou. Vind je het een goed plan, Eef? Ja hoor, ik ben voor. Gaan we kijken of we kunnen regelen. Dan ga ik eens proberen te regelen. Leuk. Goed bedacht. Oké. De kinderen zijn echt nog nooit zo snel aangekleed. Helemaal ready voor het springpark. Zijn we klaar om te springen? Yay. Oké, we gaan. Oké, toch nog niet, want Nim moest even naar de wc. Hey jongens, waar gaan we heen? Ja. En wat gaan we dan doen? Springen! Spinnen! Hey, maar jongens, ik had nog 1 verrassing niet, of 1 geheim niet verklapt. We gaan daar dus heen, hè? Want jullie mochten dat kiezen. Maar iets superleuks. Wij zijn daar helemaal alleen. Vinden jullie dat leuk? Ja. Ja. En ik zat te denken, maar wat gaan we dan daar doen? Ja, we gaan sowieso springen natuurlijk, maar kunnen we niet een leuk spelletje daar doen nu we toch alles helemaal voor onszelf alleen hebben? Oh, verstoppertje! Ja! Verstoppertje! Kom maar jongens. Het springpark helemaal voor ons alleen. We gaan het challenge parcours doen. Ik heb een bandje gekregen. Even registreren. Oké, allerlei challenges dus. En je moet zo snel mogelijk zoveel mogelijk zien te halen. Dus je moet helemaal tot naar boven klimmen. Hier moet je naar boven klimmen. En dan daar aanklinken. Goed, Finn. Hier tussen deze ballen door. Ik ga het gewoon proberen. Oh. Snel mogelijk daar naar boven zien te komen. En. Yes! 250 punten. En weer door. Oké, hier een spiegelhuis. Snel punten scoren. Hier kan ik een punt halen. Oké, nog meer punten. Kijk, alleen dat je niet stoot, hè? Er zijn spiegels. Oh. Waar? Kunnen we nog punten halen? Neem snel. Ja, hierboven nog. Weer punten erbij. Jongens, ik ga tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. Ik kom. Nee, waar zal ik beginnen? Thank you.
Ja! Ja, Timmy! Hey! Yes, weer eentje! Oké, door! Alleen hij staat hier. Oh. Ja! Hey, mij is gevonden! Alleen Finn nog! Wacht, ik zie hem! Ja! Ik heb ze! Zo, we zitten weer op. Ben kapot. Goeie workout. Nou, lekker uitrusten. Doei. Oké, de 1 wordt gewisseld. Ja! Let's go, dit is hem! We zitten nu dus live met Emma Hees op de videobellen. Kijk. Met Ronnie Flex. Oké. Ik heb een nummer. Of een nummer. 1 begon ik op TTO. En toen was mijn vader, die werkte op diezelfde school, dus het was een beetje vanzelfsprekend dat ik daar ook naartoe ging. Loop niet weg, want als je gaat moet je benen. Ik dacht echt, we vertrekken met z'n tweeën. Loop niet weg, je kan niet in uit mijn leven. Oh, oh, oh. Je zou beter moeten weten, loop niet weg. Wel. Lise. Krijg je veel haat en als je haat krijgt, wat doe je dan? Ik krijg niet zoveel haat, gelukkig. Dus daar ben ik heel blij mee. 3, 2, 1. Nog niet, luister. Nee. Nee, nou wel, keer zo! Wow, oké, rust. De kinderen zijn weg. Helemaal hyper van Emma Heesters, maar het was echt zo tof. En echt leuk dat Emma Heesters alle tijd voor ons nam. En we kregen een privéconcert. En nog een TikTok. Wat een topdag. Oké, we zitten op de tandem. Gaat het goed, meis? Ja. Oh. Gaat het goed? Ah. Ik kan niet filmen en fietsen tegelijk. Hopelijk komen we goed aan. Nou, eindelijk even de eerste pauze. Hartstikke mooi uitzicht. Lekker picknicken. Oké, okay, dan moeten we goed kijken waar we heen moeten, meis. Mm-hmm. Want we moeten dus deze brug op. Echt? Of de andere, oh, die gaan de andere kant op, dat kan ook. Kijk, daar is Nijmegen, mooi uitzicht. Hoe? Oh. Hier, alleen verboden voor fietsen, kijk. Dat is jammer. Oh, goed remmen. Oké, op naar de volgende picknickplek. Zo, heerlijk wat gegeten en gedronken. Onze laatste stop. En nu gaan we weer terug. Kijk hoe mooi het hier was. Hoe mooi het hier is. We zijn nu eens aan het oppassen op Pom, op ons nieuwe nichtje. Ja, en ze heeft net de fles op. En een hele dikke boer gedaan. Nee, een boer gelaten. Ja. En ze laat vieze scheetjes. Dus ik denk dat er straks een vieze luier komt, hè Pom? Ga even jouw pyjama aantrekken en Nim helpt heel goed mee. Heb je laatst door Nim? Oké, nee. Ja. Nou. Werk jij niet mee vandaag? Nee. Nee. Heb je geen zin in? Waar zijn je armpjes nou? Ja, waar zijn de armpjes nou? Waar zijn nou de armpjes nou voor?
Ja. Gaan wij de armpje zoeken? Hallo? Waar is het handje? Ja, hier is het handje. Hallo, kiekeboe. Kiekeboe. En dan deze even zoeken. Waar is het armpje? Juist, die fijn. Hallo? Hier is het andere armpje. Kom maar, zo. Och ja. Nou, ik denk ook meneer als we knuffel willen, pak jij de knuffel maar. Kom de knuffel maar brengen. Ook nog een boertje. Ik heb al zijn knuffel. Kom maar. Maar hij moet vasthouden. Oh, en pom dan. Nee, dit. Geef maar. Gaan we laten zien. Ai. Zo. Nou is het weer goed. Vanaf nu dus ook iedere week een uitlegvideo. En vandaag ga ik uitleggen hoe je met een trucje breuken van elkaar af kunt trekken. Let goed op. 3 vijfde min 4 negende. Eerst doe je de 3 keer 9. Dat is 27. Vervolgens 4 keer 5. Dat is 20. Dit haal je van elkaar af. 27 min 20 is 7. Nu heb je alleen maar 5 keer 9 te doen. Dat is 45. En die schrijf je hierop. De uitkomst is dus 7,45ste. Simpel toch? Laat me weten wat ik volgende week uit moet leggen. En wie weet leg ik wel jouw vraag uit.